De stad Gent mag zich sinds vorig jaar Creative City of Music noemen. Een prestigieuze titel met dank aan UNESCO. Gent behoort nu tot het wereldwijde netwerk van de 25 Creative Cities van UNESCO. Muziek is maar één van de 7 categorieën naast bijvoorbeeld gastronomie of literatuur. En naast Gent zijn enkel Bologna, Sevilla en Glasgow Creative City of Music. UNESCO wil met deze titel de creatieve industrieën in steden stimuleren. Maar waarom krijgt Gent die titel nu? Een van de redenen is de link met erfgoed. De stad beschikt over enkele prachtige historische zalen. En die historische gebouwen krijgen een hedendaagse culturele invulling. Muziekcentrum De Bijloken is maar één voorbeeld. Gentenaars behelpen zichzelf. Er was in Gent niets. En dan starten natuurlijk dingen als De Vooruit, De Centrale, De Bijloken. Eigenlijk allemaal door gebrek aan nieuwbouw. Maar omdat er toch wat moet zijn, eigent men zich die gebouwen toe. Gent heeft natuurlijk ook een rijke architecturale geschiedenis. En dit een beetje van alle eeuwen die voorbij zijn. Dus die verschillende gebouwen gaan van industrieel erfgoed tot middeleeuws erfgoed zijn ingepalmd. En dat heeft zijn charmes. Ook de handelsbeurs, De Vooruit of de Vlaamse opera zijn stuk voor stuk een prachtig decor voor concerten. Geen wonder dat Gent ook tal van muziekfestivals aanbiedt, zoals het Festival van Vlaanderen of Gent Jazz. Zelfs het filmfestival Gent heeft zich internationaal kunnen profileren dankzij de link met muziek. Wij organiseren al meer dan 20 jaar filmconcerten met vallen en opstaan, om eerlijk te zijn. Maar de afgelopen jaren hebben we bewezen, goede dirigent, goed orkest, componisten die talrijk opkomen. Niet van de minste, de top komt naar Gent, maar ook hebben we jong, nieuw talent helpen ontdekken. Dus ik denk dat dat allemaal heeft meegespeeld in de beoordeling van de UNESCO. Gent is een festivalstad, dat is duidelijk. De Gentse feesten zijn het grootste voorbeeld. Muziekeducatie is nog zo'n belangrijke pijler van Gent als bloeiende muziekstad. Eerst en vooral is er natuurlijk de Universiteit Gent, maar je hebt natuurlijk ook het conservatorium, de operastudio en het Orpheus Instituut. En in de centrale kan je kennis maken met wereldmuziek, zoals in deze les Darbuka voor kleuters. Wat ik heel belangrijk vind is de muziekbeleving. En ik merk wel dat kleuters die dan bij mij een tijdje komen, dat die dan later, als die dan in de gevorderde kindergroepen komen, dat die dan toch al een zekere voorsprong hebben in ritme, gevoel. En dat vind ik heel fijn. Muziek zit verweven in de stad Gent en wie muziek wil beoefenen heeft ook tal van mogelijkheden. Gent heeft een ontelbaar aanbod muziekorganisaties en verenigingen. Of zoals hier de repetitieruimtes in de Leopoldskazerne in een beheer van Democracy, waar kunstenaars en muzikanten gebruik van kunnen maken. Het moeilijkste was om een vaste repetitieruimte te vinden, omdat we hier een aantal maanden kunnen repeteren. En dat was heel moeilijk. Ja. Want je vindt wel wat repetitieruimtes, maar altijd voor blokken van een paar uur. En hier mogen we lang niet zitten. Gent heeft een hart voor muziek en de titel Creative City of Music kan dit alleen maar verder stimuleren. De Gentse muziekindustrie kan de titel gebruiken als promotioneel waarmerk. Gent krijgt ook een internationale uitstraling en er groeien ook internationale samenwerkingsverbanden uit voort. Een beloning voor jarenlange inspanningen van de stad Gent. Meer info krijg je bij het departement Stadspromotie en Sport op het nummer 09-243-7740. In muziekcentrum De Bijloken kan je zaterdag naar het openingsconcert van de reeks Symfonisch 3 met Brahms' derde symfonie. Reizen in de 18e en 19e eeuw, de vervoersmiddelen van toen, het opbergen van de bagage en de overnachtingsmogelijkheden. Daarover gaat de lezing in het MIAT op 31 oktober. Het Museum voor Schone Kunsten Gent en SMAK slaan de handen in elkaar en programmeren samen Hareng Saur en Saur en de hedendaagse kunst. Aanleiding is de 150ste verjaardag van de geboorte van James Ensor. Stadstv Gent zit erop. Deze uitzending kan je bekijken op gent.be of via AVS Digitext, gemeente TV Gent. Met vragen kan je terecht bij Gent Info op 09 210 10 10.